In een opmerkelijke mediarol is Eus beschuldigd van het zaaien van bewuste verwarring om zijn leugen over het zogenaamde brulfilmpje van Matthijs van Nieuwkerk te verhullen, al dus Victor Vlam, een deskundige van Vandaag Insight. De kwestie draait om een plotseling opgedoken fragment uit een oude DWDD-docu waarin Matthijs zich enigszins geïrriteerd lijkt te gedragen. Is dit dan het langverwachte brulfilmpje waarover zoveel ophef is ontstaan? Euskan Akjool heeft voor de nodige verbijstering gezorgd door aan te geven dat dit inderdaad het bewuste filmpje is waarom Matthijs nu, volgens Akjol, met een mes in zijn rug rondloopt in het buitengebied van Almen. Echter, de zaak neemt een onverwachte wending wanneer Eus tegenstrijdige verklaringen aflegt. Hij beweert tegen Wilfred Gené dat dit wel het filmpje is, terwijl hij tegen René van der Gijp beweert dat dit niet het geval is. Deze verwarring en tegenstrijdigheden hebben geleid tot een enorm schandaal. Victor Flam analyseert de situatie en benadrukt dat er helemaal geen brulfilmpje van Matthijs lijkt te zijn. De strategie van Akjol lijkt te zijn, if you could convince them, confuse them. Deze strategie lijkt te werken, gezien de complexiteit en tegenstrijdigheden in het verhaal. Victor merkt op dat zelfs Wilfred en René twee volledig verschillende verhalen te horen kregen van Akjol, waardoor het voor de meeste mensen moeilijk is om het allemaal te interpreteren. De zeskenner vindt het vreemd dat Akiol verschillende versies van het verhaal aan verschillende mensen vertelt. Deze tegenstrijdigheden maken het lastig om zijn beweringen serieus te nemen. Victor suggereert dat de strategie van verwarring effectief kan zijn omdat mensen mogelijk denken dat Akiol simpelweg wat overdrijft in plaats van bewust te liegen. In een recente verschijning in de talkshow van Humberto Tan heeft Akiol verklaard dat het brulfilmpje beelden zou bevatten van een kant van Matthijs die hij niet kent. Victor Vlam vindt dit geen geldige reden om de loyaliteit aan Matthijs op te zeggen. Hij benadrukt dat een baas af en toe directief moet kunnen zijn, wat niet per se problematisch is. Al met al concludeert Victor Vlam dat Euskan Akioel zwaar onbetrouwbaar is gebleken. Hij benadrukt dat hier zonder enige twijfel sprake is van liegen, wat volgens hem onacceptabel is, vooral voor een opiniemaker. Het feit dat Akjol heeft gelogen werpt vragen op over de geloofwaardigheid van zijn andere uitspraken en opinies. Liegen als opiniemaker wordt door Victor beschouwd als zeer schadelijk voor de reputatie van Acciole.